Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag hebben wij een avondroutine voor jullie. Ja, ja. Deze video is een beetje anders dan normaal. Het is nogal een chaos. Het is gewoon een raw, realistische avondroutine. En hoe het er meestal aan toe gaat bij ons. En ja, dat is basically it. Ik begin vanavond met avondeten maken en we hebben op de planning pasta staan. En ik vind het altijd lekkerder als mijn pasta gewoon lekker vers is van tomaten. Dus niet vanuit het pakje, maar gewoon lekker vanuit de tomaat zelf. En dan weet ik ook precies wat erin gaat en dat geeft mij zo'n vredig gevoel. We eten wel eens van pakjes, maar dat doen we niet zo vaak. En als we van pakjes eten, dan is het echt omdat we geen tijd hebben om te koken. En ik vind het meestal ook niet zo heel erg lekker vanuit het pakje, moet ik eerlijk zeggen. Als eerst ga ik even wat water koken voor de tomaten, want ik wil altijd dat vliesje, of hoe je dat ook noemt, eraf hebben. Ik vind het gewoon echt niet lekker als het in mijn saus terechtkomt. Ik hou gewoon van lekker pruttelig, zachte, cremige saus, als ik het goed uitleg. Dus dat ga ik als eerst doen en dan kan ik beginnen met alles in elkaar te zetten en te gaan bakken. Hier ga ik dus een inkeping maken, zodat het velletje dadelijk makkelijker er los van komt. En het is gewoon makkelijker met het bereiden van je eten. En trouwens, het is echt net zo makkelijk als uit een pakje hoor. Dat zweer ik. Het is echt super snel met de verse tomaat. Zo, je doet er gewoon lekker veel kokend water bij. En dan laat je het gewoon heel even zo staan. En als het zo staat, dan trekt het vanzelf in en dat vliesje komt dan vanzelf een beetje los. Ik doe dit gewoon met mijn handen. Ik ben gewoon lekker raw hier. Lekker met mijn handen. En dan ga ik het helemaal fijn snijden. Want ik hou niet van grove stukken erin. Ik lijk net een baby als ik nu zo mijn video aan het doen ben. Denk ik echt van, oh my god, Mer, alsjeblieft. Maar ja, alles moet in ieder geval super fijn in mijn eten. Vooral in mijn pasta saus. Tomaten klaar. En die snij ik dan gewoon in blokjes. En de kroontjes haal ik eruit. Die zie je daar liggen. En dan krijg je dit. En dan laat ik het heel lang. Ik laat het wel even pruttelen, zodat het lekker zacht wordt. En lekker smeuig. En lekker, ja, gewoon heerlijk. Dat de tomaat helemaal intrekt in alle kruiden en doen. If you know what I mean. Later. Opruimen. Memphis zijn favoriete bezigheid. Not. Hij haat opruimen. We proberen hem te leren dat wanneer hij met iets speelt om het dan weer op te ruimen. Alleen moet ik zeggen, het lukt nog niet echt zoals ik dat wil. Maar ja. Mag ik mij helpen? We komen daarop terug. We zijn er nog in ieder geval mee bezig. Vandaar dat ik hem hier nog help met zijn speelgoedjes te bergen en het een plek te geven waar het hoort. Ik moet zeggen, dat gaat hem wel hartstikke goed af hoor. Hij doet het echt super goed. Memphis, opruimen. Hey! Hey! Kom je zo even tafel dekken? Nee. Alessio die heeft echt een hekel aan tafel dekken. En ik zal Merilou niet zijn als ik weer eens een vlek in mijn witte blouse heb. Alleen ik krijg dat weer voor elkaar. Dan is het tijd om lekker de tafel te dekken. Want ik hou er wel van om lekker gezellig 's avonds met z'n allen te eten. Nu is het vakantie, dus nu hebben we daar iedere dag de tijd voor. Maar wanneer de jongens naar voetbal gaan, nou de jongens, Nick en Alessio. Wanneer zij dus naar voetbal gaan, is er haast geen tijd voor. En ja, kunnen we denk ik zo'n 3 keer in de week samen eten. En de rest is altijd heel gehaast. Of ik eet eerder met Memphis of hun eten later. Dus nu in de vakantie vind ik het altijd wel super fijn als we tijd hebben om samen te eten.
En dat de jongens ook tijd hebben om lekker samen met elkaar te spelen. Hier gaat het nog goed, maar 9 van de 10 keer gaat het ook echt fout tussen die twee. En het avondeten staat lekker te pruttelen. En dat vind ik het allerlekkerst, lekker lang laten pruttelen. En ik hoor er af en toe nog in en ik doe gewoon mijn dingetje. En ik geniet en kijk hoe de jongens samen aan het spelen zijn. In de tussentijd dat ik alles klaarmaak. En dat is gewoon het mooiste gezicht, vind ik ever. De pasta proeven, dat doe ik echt regelmatig. Soms te vaak. Maar ik vind het gewoon zo lekker. Ik hou van pasta. Ik vind pasta echt lekker. Ik zou geen dieet kunnen voorstellen zonder pasta. Ik ben denk pasta verslaafde. Denk het. Ja, ik denk het wel. Ik vind het gewoon heerlijk. Ik hou van eten. En ik doe altijd in de avond voor hun opscheppen. Ik weet, ze moeten dat zelf doen. Maar ik weet niet. Dat is een tik die ik over heb gehouden. En iedere keer denk ik daarna van, oh ja, maar ze kunnen het al lang zelf. Ze zijn geen baby's meer. Maar toch, ik weet niet, dat moederlijke of zo, dan wil je ze nog vertroetelen. I don't know hoe ik dat moet uitleggen. Maar dat is het enige wat dan... Want ze worden zo snel groot. En dat is dan nog iets wat ik kan doen. Dus een eten opscheppen. En daarna heb ik alles afgeruimd en alles naar achter gebracht. En dan maak ik altijd wel het fornuis weer even schoon. Want ik hou niet van vet spatten op mijn fornuis. Ja, ik ben een beetje OCD, lichtelijk. En dan is het tijd om lekker te gaan douchen. Meestal doucht Alessia al alleen en ik douche altijd samen met Memphis. Zit je te poepen? Ja. Yeah. Ik kan zo alleen. Ik ben gewoon het poepen koeien. En Memphis, ik word een piep. Qua tijd is het gewoon handiger om samen te douchen, want dan schiet het gewoon lekker op en dat vind ik gewoon fijner. En dan droog ik eerst mezelf op en daarna Memphis. En wanneer ik mezelf afdroog, moet je omhoog met je handdoek, dus niet omlaag, want dan moeder zwaartekar leunt al heel erg naar beneden. Dus dat moeten we niet nog meer hebben. Handjes omhoog, handjes omhoog. Samen afdrogen en ja, ik laat hem een beetje doen, maar ik doe zelf ook wat, want ik wil niet dat er nog wat vochtige plekken achterblijven waar hij last van kan krijgen. Dus we doen het gewoon lekker gezellig samen. Cola. Wat? Ik heb wel een speetje cola. Kan je wat speetje cola? Ik kan het met de spelletjes. Kom maar me helpen, hè? Nee, je moet op en neer gaan, hè? Goed, A. Goed, A. Tandjes op elkaar. Hier. Tong. Goed, nee. Ver uitsteken. Ver uitsteken. Goed zo. Grote jongen. Ja. Mag je even naar boven? Nee, je moet pyjama aandoen, want we gaan slapen. Mag ik even onder broek? Ja, ga maar aan. Ik wil naar boven. Wil je die aandoen met slapen? Ik wil slapen. Wil je die aan? Ja, ik wil deze aan. Knuffel. Oké, ik ga papa. Je hebt een vieze neus. Een snottie. Nee, niet meer. Welke wil je? Rupsje? Nee. Welke dan? Ik. We gaan tellen van 1 tot 10. IJsbeer. Dat is een ijsbeer, ja. Oké, een giraffe. Een giraf is een heel groot dier. Kijk, hij is vlindertje. En met een vlindertje. Ik moet zien iets harder. Hallo, allemaal. Ik ga slapen. En nu zijn we ons aan het klaarmaken voor het slapen gaan. En meestal doen we dat met een boekje lezen. We doen dat niet altijd. Vooral als we wat later naar bed gaan, dan doen we het niet. Maar als we de tijd hebben, dan doen we dat meestal altijd wel. En dan maken we er ook een gezellige, cozy avond van. Memphis houdt vooral nog van de boekjes die voor hele kleine kindjes zijn. Ik weet niet waarom hij dat wil iedere keer, maar hij voelt zich daar fijn bij. Uit. Badjas aan. Slaap lekker. Doei doei. Oma maken. Ja, ik ga morgen maken, ja? Nee, oma. Oh, moet oma dat doen? Ik ga oma bellen. Moet zij dat maar even doen? Ja.
Okay. Wat gaat ben? Ja. Oh, mijn kom zo, hè? Nee, ik kom niet zo. Nee, jij gaat nu slapen. Nou, slaap lekker. Slaap lekker. Doei, doei. Doei. Hou van jou. Ja. Dikke kus. Ik zie geen kus. En dan is het tijd om mijn eigen gezicht eindelijk te gaan verzorgen, want gedurende de tijd begint het nogal te trekken. Ik gebruik alles van Kiehl's. Hier heb je de vitamine C serum en hyaluronzuur. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is het. Ik vind die echt super fijn en het maakt mijn gezicht echt super zacht en ja, gewoon heel erg rustig. En daarna doe ik nog een serum erbovenop en dat is de Nighttime Serum. Dit is de cleanser die ik gebruik en die doe ik altijd daarvoor, maar ik dacht, laat hem even zien. En ik masseer alles nog even goed in. Doe ik ook niet altijd, maar vandaag had ik er zin in en mijn huid voelde best wel droog aan, dus ik dacht, ja, why not? En mijn benen, die smeer ik wel altijd in, want als ik ze niet insmeer, dan heb ik echt hele, hele, hele droge benen. Dat voelt echt zo niet fijn. En daarna doe ik er een lange legging overheen, zodat het lekker kan intrekken. En dan mijn handen. Die probeer ik zoveel mogelijk in te smeren, want veroudering begint altijd als eerst in je handen. En goed insmeren verhelpt dat een beetje. Dus ja, het is mooi meegenomen. En dan is het tijd voor thee. En Purel voor op mijn lippen. Want ik heb ook in de winter altijd super droge lippen, dus dat vind ik echt irritant. Vitamine D, ja, soms doe ik dat in de ochtend en soms doe ik dat in de avond, maar ik probeer wel iedere dag vitamine D te slikken. Het is niet lekker, maar het is wel goed voor je haar en ja, voor alles gewoon. En ik had een tijdje geleden dat ik echt heel veel haaruitval en het is nu veel minder geworden dat ik gewoon echt vitamine D slik in de winter. Want in de zomer is mijn haar altijd goed, maar in de winter is het echt, oh my god, a disaster. En als laatste ga ik nog even met de hond naar buiten. Dat doe ik altijd na het douchen. Ik weet niet, dat vind ik gewoon lekker relaxed op mijn huid. Die koude wind. Ik weet niet, dat vind ik gewoon lekker. Memphis die slaapt al en Alessia is nog op zijn PlayStation. Want het is vakantie en hij gaat wat later naar bed. Sowieso wat later naar bed, omdat hij ouder is. Dus ja, dit is het einde van onze avondroutine. Vind je dit een leuke video? Vergeet er geen duimpje omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hier op mijn hoofd te klikken. En dan zie ik jullie dinsdag weer bij een nieuwe vlog. Slaap lekker! Doei doeg!